We zijn hier bij het Kukkelnest in Goor en we zijn hier met de innovatiebus vanwege de e-health week. In die bus hebben we allemaal spulletjes, allemaal technologie, die kunnen worden ingezet bij de zorg en die mogen de cliënten en de medewerkers hier testen. We hebben van alles bij ons. We hebben de Tiny Botessa. Dat is een soort sprekende agenda die cliënten kan helpen herinneren wat ze moeten doen op een dag. Dat helpt cliënten zelfstandiger worden en zelfstandig te leven. We hebben de Brain Trainer mee. En de Brain Trainer is een hele leuke spelcomputer waar iedereen op alle niveaus eigenlijk zijn quizzen kan invullen en kan meedoen met spelletjes. We hebben de Relax Maker, een soort virtuele bril die mensen opzetten en die wordt ingezet als mensen wat onrustig zijn. We hebben een kredel. En een kredel dat is een heel mooi houten apparaat waar je allebei je handen op legt. En als je elkaar aanraakt, dan maakt het verschillende geluiden. Daardoor helpt het mensen in contact te komen, mensen die moeilijk kunnen communiceren. We hebben de robotdieren mee. En dat geeft altijd hele mooie reacties, want iedereen is gek op dieren eigenlijk. Je ziet ze allemaal knuffelen en genieten. Dus voor onze cliënten kan dat net een beetje gezelschap geven wat ze soms zoeken. En dat maakt heel veel emotie los, die knuffels. Ja, technologie in de zorg, ja, wij denken wel dat daar de toekomst is. Dat het de zorg gewoon net iets makkelijker kan maken. Dat je mensen kunt bereiken die je misschien anders moeilijk bereikt. Of dat je cliënten wat troost kunt geven op een andere manier. Dus ja, vastgelopen situaties willen we ook graag oplossen met technologie. En dat maakt het leven net wat leuker en makkelijker voor cliënten. We zijn heel blij met wat we elke keer weer zien en dat er voor iedereen wel wat tussen zit.